When you were here before, it could look you in the eye. Yeah! Yeah! You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell? Ze lachen er altijd mee van, we zitten al 5 seizoenen in de Voice en nog nooit gewonnen. Maar ik hoef niet te winnen als ik keer op keer getrakteerd word op dit soort dingen. Dat is fantastisch. Wie ben jij en hoe oud ben je? Ik ben Tiani en ik ben 13 jaar. Tiani, 13. De manier waarop jij dit bracht. Ja. Ja. Enkel en alleen met een paar akkoorden daaronder. En jij bepaalt mee de timing en de tempo van het nummer. Die inleving, ik heb hier met tranen... De Gers gaf mij er net de zakdoek. Ik zei, ik zal het niet nodig hebben, maar ik heb het bijna moeten bovenhalen. Ik vond het zo mooi. Ja. Ik vond het prachtig om je naar te luisteren. Ik hing aan je lippen. Ik was mee met elk woord dat je zei. En je had daar niks voor nodig. Alleen Hans, die heel zacht wat akkoordjes neerlegde onder jou. Maar voor de rest, dit is de mooiste versie van dit nummer die ik ooit gehoord heb. Ja. Dat jij vanavond in alle huiskamers in Vlaanderen gewoon naar binnen bent geknald. En ik hoop dat je dat vanaf nu gewoon elke week gaat doen. Dat iedereen hoort hoe emotioneel en hoe mooi jij zulke verhalen kan vertellen. Want dat is wat je hebt gedaan. Ja, ik heb nog één vraag voor jou. Was je zenuwachtig? Vanaf dat ik begin ben ik niet meer zenuwachtig, maar het is vooral ervoor. Want het enige waar ik het een beetje aan merkte, en dat was pas als ik omdraaide, was je lichaamstaal. Mm. Ik merkte dat je niet volledig op je gemak was. Het meest was je op je gemak met je ogen dicht. Dat is waar, hè? En ik denk dat dat wel iets is waar ik heel graag met jou aan zou willen werken, want je stem die is er al. En voor de rest zou ik supergraag met jou werken op je op je gemak voelen op het podium. Een goede lichaamstaal op het podium, zodat je de zaal ook nog eens fysiek meekrijgt. Kom naar Team Gers en dan laat ik je zien hoe we gaan winnen. Goed, we kunnen blijven babbelen en jou overtuigen. Ja. Jou misschien moet je je zusje even vragen wie ze zou kiezen. Hoi. Ziet er ook cool uit, trouwens. Gewoon zo. Stop met complimenten te geven. Nee, dat is waar, dat is waar. Ja, ja. Nee, maar nu gewoon even stilte en nu gaat ze gewoon zelf beslissen. Ik had al gezegd dat als Sean zou draaien, dat ik Sean zou kiezen. Dus maar... ik ga voor Sean. Wow, dat is waar. Merci.